Hallo, ik ben Otto Ome. Hoe wijzig je een app-icoon op een iPhone? Wil jij jouw apps ook met een eigen icoon of foto voorzien? Bijvoorbeeld het icoon van de app Foto's van een foto voorzien. Of het icoon van de Corona Alert app wijzigen. Blijf kijken. Ik laat je zien hoe je dit zelf kan uitvoeren op een iPhone. Zorg er wel voor dat je iOS 14 hebt geïnstalleerd, dan weet je zeker dat het werkt. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube kanaal komt, druk dan even op die abonneerknop en zet ook het belletje aan. We gaan eraan beginnen. Je opent de app Opdrachten. Staat de app Opdrachten niet op je beginscherm, dan ga je naar de app Bibliotheek en typt Opdrachten. Je vindt deze app ook in de categorie Productiviteit en Financiën. Vind je de app helemaal niet, dan moet je deze downloaden van de App Store. Weet je niet hoe de appbibliotheek werkt? Ik heb er een video over gemaakt. De link staat ook in de beschrijving van deze video en zie je nu ook rechtsbovenaan verschijnen. We gaan de app Foto's voorzien van een eigen foto. Dus je opent Opdrachten. Je selecteert het plusje rechtsbovenaan. Selecteer Voeg taak toe. Dan selecteer je scripten. Scroll naar open app. Selecteer open app. Dan selecteer je kies. Scroll naar foto's of type foto's. Selecteer foto's. Dan selecteer je de drie puntjes. Geef een naam aan de opdracht. Ik geef de naam foto's. This video. Dan selecteer je zet op beginscherm. Geef een naam voor de app met het andere icoon. Ik geef de naam foto's deze video. Je selecteert het icoontje. Selecteer kies foto. Je kiest een foto. Je selecteert die foto. Je kan die foto een beetje groter of kleiner maken. Je selecteert kies, voeg toe. Gereed en nogmaals gereed. De opdracht is nu klaar en staat in je lijst. Sluit de app Opdrachten. En nu staat de app met een andere foto op je beginscherm. Klik erop en de app Foto's die opent. We gaan dit nog eens doen, maar nu met de Corona Alert app. We gaan de Corona Alert app voorzien van een eigen icoon, op een iets andere manier. Ik heb ook een video gemaakt, Corona Alert app, download en uitleg. De link staat ook in de beschrijving van deze video en zie je nu ook rechtsbovenaan verschijnen. Je opent de app Opdrachten. Je selecteert het plusje rechtsbovenaan. Selecteer Voeg taak toe. Je typt ditmaal Open app. Selecteer Open app. Dan selecteer je Kies. Scroll naar Corona Alert of je typt Corona Alert. Je selecteert de Corona Alert app. Dan selecteer je de drie puntjes. Geef een naam aan de opdracht. Ik geef de naam Corona Beter Icon. Je selecteert Zet op beginscherm. Geef een naam voor de app met het andere icoon. Ik geef de naam Corona Beter Icon. Selecteer het icoontje. Selecteer de foto die gebruikt wordt als nieuw icoon. En je past wat aan. Selecteer kies. Selecteer voeg toe. Selecteer gereed. En je selecteert nogmaals gereed. De opdracht is klaar en staat in je lijst. Sluit de app Opdrachten. En nu staat de opdracht op je beginscherm. Klik erop en de Corona Alert app die opent. Ik heb nog steeds een laag risico. Hoe verwijder je een opdracht die op het beginscherm staat? Je houdt je vinger op het icoon. Je kiest Verwijder bladwijzer en nogmaals Verwijder. En de opdracht is verdwenen van je beginscherm. Hoe verwijder je de originele app Foto's van het beginscherm? Dit is dus niet de app verwijderen van je iPhone.
Houd je vinger op het icoon. Kies wijzig beginscherm. Je klikt op het minnetje en dan kies je verwijder van beginscherm. De originele app is nu verdwenen van je beginscherm. Hoe verwijder je de originele app Corona Alert van het beginscherm? Dit is dus niet het verwijderen van de app van je iPhone. Houd je vinger op het icoon, kies wijzig beginscherm, klik op het minnetje, dan kies je verplaats naar app bibliotheek en de originele app is verdwenen van je beginscherm. Nu houd je dus alleen de apps over met een aangepast app-icoon. Geef me een vette duim omhoog, abonneer je gratis op mijn kanaal, zet ook het belletje aan, deel het filmpje met je vrienden en laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!